feit dat we nog steeds 8 maart doen, betekent dat we er nog niet zijn. We zijn waarschijnlijk wel een heel eind gekomen ten opzichte van die pakweg 100 jaar geleden. Maar voor mij betekent het dat we nog steeds moeten nadenken over de positie die vrouwen innemen in de hedendaagse maatschappij. En ons daarop oriënteren en kijken wat we verder moeten doen. Vroeger was het zeker een taboe voor de vrouw, of voor de jonge vrouw zeker, voor de meisjes, om door te stoten. Er werd duidelijk onderscheid gemaakt tussen vrouwen en mannen en wat vrouwen mochten en wat mannen mochten. Voor 1983 was je eigenlijk helemaal afhankelijk van een man. Als je naar de bank gaat, moet hij met je mee, want je mag niet zelf een rekening openen. Als je in een huis woonde, samen met hem en er gebeurde wat, verkocht hij dat huis met jou erin en je kinderen. En je stond op straat. Relatief zijn er veel te weinig vrouwen, ondanks het feit dat ze het kunnen, ondanks het feit dat ze in feite dat niveau van ontwikkeling reeds bereikt hebben, dat ze nog steeds niet komen op de plaats waar ze in feite moeten zijn. In die tijd was het zo dat mannen vonden het heel eng en heel vervelend en heel naar als we dit onderwerp aankaarten. En ze dachten ook echt dat we vrouwen tegen ze ophitsten en dat wij eigenlijk van plan waren om mannen dus een schort aan te binden. We zijn een land waar er een heleboel vrouwen gezinshoofd zijn. En die voeden hun kinderen alleen op. Niet dat dat ideaal is, maar je ziet toch wel in de historie dat een heleboel van die vrouwen grote mannen hebben opgevoed. Dag dames. Ik kom eens informeren hoe het met mijn zoon gaat. Uw zoon? Welke zoon? Ik begrijp u niet hoor, meneer. Doe niet zo, Nana. Onze zoon, Frits. Hoe gaat het met hem in Holland? Hoe gaat het met zijn studie? Masra. Na sikie sikie. Na lau je lau ef na dreedring. Ben je wel goed bij je hoofd? Ik had zo gedacht dat het nu beter is om die jongen te herkennen. Herkennen? Erkennen? Ja. Wie wil jij erkennen? Er valt hier niemand te erkennen. Wie heb jij te eten gegeven? Wie heb jij opgevoed tot wat hij nu is? No iwan leer sababoy, no iwan tawan dat rapa. Mijn zoon studeert voor dokter, ja. Luko Javend. Maak dat je wegkomt of ik roep de politie om je eruit te smijten, hoor. Mijn moeder werkte heel hard. Mijn vader was pandit, voorganger, een geestelijke. Dus mijn vader die bleef dan in zijn tempeltje, hij bleef achterin. En mama moest met kleintjes op de arm in de winkel verkopen. En ik vond heel erg dat ze dan 's avonds laat de huishouding moest doen. Dus ik zei mijn vader, nee, ik ga mijn moeder helpen bij de opvoeding, voeding en opvoeding van de overige kinderen. En het is me daar aardig gelukt om alleen mijn vader te overtuigen. We hebben net als mannen het gevoel dat we ons willen ontplooien. We willen voor onze kinderen zorgen. We willen liefde hebben en geven. Je kan dus niet een echt democratisch bestel hebben zonder dat je ook vrouwen hebt die ook meedoen en meepraten en meebeslissen. En de zaak ondersteunen vanuit hun eigen perspectief en ook met hun eigen talenten. Want mannen en vrouwen zijn niet precies hetzelfde. We hebben elk onze eigen talenten. Wat hetzelfde is, is onze waarde als mens. En we moeten in feite samenwerken om die totale menselijke ervaring neer te zetten. En dat geldt heel erg voor de besluitvorming over onze samenleving. Vrouwen moeten er gewoon bij zijn. Niet om een of andere reden, behalve dan dat we allemaal mensen zijn in de samenleving en dat we het recht hebben om onze samenleving vorm te helpen geven. Bovendien, en dat geloof ik heel erg, dat echt succesvolle maatschappijen en gemeenschappen, ook historisch, altijd gemeenschappen zijn waarin mensen op een goede manier met elkaar besluiten nemen, bekeken vanuit alle hoeken, goed overwogen, dus vrouwen en mannen.
En dan krijg je een gemeenschap waarin mensen zich goed voelen, zich kunnen ontplooien, of je nou man bent of vrouw, je beschermd voelt en de gemeenschap werkt voor de gemeenschap en niet voor anderen buiten. Vrouwen zijn belangrijk in besluitvorming, omdat vrouwen de helft zijn van de samenleving. Toen ik trouwde, werkte ik al. Dus ik had voor mezelf ook al een stukje zelfstandigheid opgebouwd, waardoor ik denk, ik weet het niet voor die man hoor, hij leeft niet meer, maar ik denk dat het voor hem toch wel even een gewaarwording was. Ik ben getrouwd met een vrouw met een stukje zelfstandigheid en ik verdiende op dat moment ook veel meer dan hem. Waardoor ik denk toch in een andere situatie ben opgegroeid en als volwassen vrouw heb meegemaakt dan vele van mijn tijdsgenoten. De eerste periode heb ik ervaren dat je als vrouw niet voor vol werd aangezien. Dat er wat lacherig gedaan werd over wat je naar voren bracht. En dat je, wanneer je bijvoorbeeld bij de bespreking van een bepaald ministerie waar je in de commissie zat, vragen stelde, dat daar niet op in werd gegaan. En wanneer je dan de minister, toevallig die dan in het dagelijks leven bij dat ministerie je baas was, erover aansprak in het parlement als volksvertegenwoordiger van het hele Surinaamse volk, dus niet als onderdaan van die minister, dan was het je eigen fractie die je dan terug wilde fluiten. Als vrouw was het voor mij in het begin wel heel moeilijk. Je had echt mannen die ervaring hadden en je moest gaan praten. En als je iets op papier zette om dat te vertolken, om dat naar voren te brengen, een spreekbeurt te vervullen zoals ze het nu doen, dan werd je speech gescreend. Dus men ging in je speech om te lezen van wat zou je daar zeggen. Oh, ik heb geweigerd om dat te doen, te laten doen. Niemand kwam aan mij toespraken. Ik was toch altijd ogri, ik was altijd brutaal, niet assertief. Dat hoor je te zijn wanneer je een positie wil verwerven in die mannenwereld. Dat betekent niet dat je gaat vechten toch met die mannen. Nee, dat moet je niet doen. Je moet jezelf kunnen bewijzen. We praten over strijd omdat het ook echt strijd geweest is. Als ik praat bijvoorbeeld over die kwestie van de handelingsonbekwaamheid, de wet, betekende het dat we actie hebben moeten voeren. We hebben campagnes gevoerd in buurten, bij organisaties, bij grote evenementen. We hebben op de stoep gestaan van het parlement. We hebben op de stoep gestaan van de minister van Justitie. En ook binnen de vrouwenbeweging was het een beetje spannend, omdat niet iedereen het eens was met de strijd die gevoerd werd. Dus om je een idee te geven. Ze wilde vrouwen wijzer maken, bewuster, onafhankelijker. Vandaag praten Surinaamse vrouwen nog steeds over hun positie en hun relatie tot het Surinaamse man. Als je voor de vrouw opkomt, ben je dan tegen de man? Hebben we iets tegen mannen? Hebben we iets tegen Surinaamse mannen? Of ik van hem hou? Hoe kan ik van dat soort schoft houden? Maar het zijn wij vrouwen die hem opvoeden. Hij is zoals we hem hebben gemaakt. Oh, daarom houdt hij zo van zijn moeder. Het mooie van deze ontwikkeling is dat we ook veel ondersteund zijn door progressieve mannen die anders dachten dan, laten we zeggen, de macho man. Die vonden dat vrouwen wel degelijk de positie zouden moeten innemen. En bij de opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw, hebben vrouwen en mannen zij aan zij naast elkaar gestaan om dit te bewerkstelligen. Het verandert
maar niet rapidly. Het komt step by step op gang. En wij moeten die verandering, die change, moeten wij brengen als vrouwen samen met de mannen. Dat moet u goed onthouden. Moet nooit denken dat je een fight gaat leveren tegen de mannen. Maar wat ik eigenlijk nog steeds mis, is die noodzakelijke solidariteit die we ten aanzien van elkaar aan de dag moeten leggen als vrouwelijke mens. Door de tijden heen heb ik dat gemist en ik mis het nog steeds. Dat vind ik jammer. Dat is een gevaar, als u dat gevaar wil noemen. Laat het liever probleem noemen. Dat probleem moet worden opgelost. Wat vrouwen belangrijk moeten zien, als belangrijk moeten zien en moeten inzien, is dat ze moeten praten over hun problemen. Ze moeten naar buiten komen met dat wat ze bezighoudt, met dat wat ze zien als misstanden. Want als je er niet over praat, is er ook niemand die het samen met je kan oppikken en zal je ook niet ontdekken dat wat jij ervaart, dat er ook zoveel anderen zijn die hetzelfde ervaren. En dat je samen kan bundelen, dat je je kan organiseren, dat je kan versterken en dat je daardoor een verandering kan brengen in de situatie. Een van de dingen die ons moet pijn doen, is dat geweld wat er is, hè? Wat we moeten kwalificeren als een niet op de juiste wijze omgaan met je vrouwelijke medemens. Als we het nieuws volgen, dan behoort Suriname helaas tot de landen met de meeste moorden waarbij vrouwen betrokken zijn. Ondanks de inzet van de vrouwenbeweging, de wetgeving op dit gebied, gebeurt het nog maar al te vaak dat vrouwen het slachtoffer zijn of van huiselijk geweld of van seksueel molest in een bedrijf of van andersoortig geweld. En dat zijn zaken waar we nog heel hard aan moeten trekken voordat wij tevreden zijn. Het feit dat je als vrouw nu mag stemmen, het feit dat er op jou gestemd kan worden als vrouw, het feit dat je kan scholen op de universiteit en verder, het feit dat je als vrouw een bankrekening kan openen, het feit dat je als vrouw een perceel kan aanschaffen, een auto kan kopen, een huis kan kopen, voor jezelf kan kiezen. Het feit dat je als meisje nu het naad in kan binnenlopen en zeggen, ik wil me inschrijven. Voor het laatste zijn er hele grote bewustwordingscampagnes gevoerd om dat teweeg te brengen. Er moest een mindshift bij ouders plaatsvinden om dat normaal te vinden. Dat wordt allemaal nu als normaal gezien. Er is strijd voor geleverd en ik ben van mening dat jongeren dat zich goed moeten beseffen. Ik denk dat het steeds beter zal worden. En op weg naar 2020 of 2025 hebben we misschien een vrouw als president in Suriname. En dat zou dan de kroon zijn op het werk van de vrouwen van toen. Hoge mensen, lage mensen, iedereen moet bij gouverneur gaan zitten om hem te helpen om ons land te besturen. Heb ik dat gezegd? Anders zou dat. Ben ik zo onduidelijk geweest? Dokteres heeft gezegd. Miss Janas. Iedereen, alle mensen, mannen en vrouwen, mogen gaan stemmen zodra ze 23 jaar zijn. Juist. Assumtaki, Miss Janas.